Maar je hebt niet enkel aan de wedstrijden gestaan, ook niet? Hè? Of wel? Nee, ik heb overal gestaan. De grootste discotheek was in Larokka, heb ik ook gestaan. Uh, ja, hier in Limburg heb ik. Maar ook pas gesloten, denk ik ook, hè? Die is, die is ook afgebrand, hè? Ja, afgebrand, ja, ja. Ja. Wat denk je daarvan? <laughs> Natuurlijk, gewoon er vol. Dus precies bij elke brand. Als, als er een brand komt, komt er altijd ja, is een brand. Want die ging sluiten. Ja. ging dat sluiten. Dat ja, welkom. Welkom, welkom, welkom. bij Podcast Het Perspectief. Aflevering. Aflevering nummer 1. Nee. Maar ik zet er niet meer op. 20. 20, ja, <laughs> Onge 20. Ongeveer 20. <laughs> uh, vandaag hebben we weer een speciale gast. Um, deze keer is het wat anders. Dan we gewoon zijn durf ik zeggen okay. Brecht Wallis Brecht Wallis was K1 vechter een van de weinigen in België die in de K1 is geraakt. Uh -huh. um, dan is Brecht ook nog portier geweest van de Versus uh, en dat is eigenlijk hoe ik u ken van de verhalen die we daar hebben gehoord. <laughs> ik, denk, ik denk toch wel een stapel hier in Limburg. Ja ja ja. Ik denk dat heel veel ja, mensen. Ik denk dat veel mensen je kennen van de deur daar. Ja, ja exact. Ja. <laughs> uh, ik heb daar een. Uh, een, een, een beeld achtergelaten. <laughs> maar de reden dat je ook hier bent, is gewoon zodat we binnen kunnen de volgende keer. <laughs> Kent je nog mensen daarvan <laughs> uh, Nee, voilà. En nu, uh, nu werkt je in een vluchtelingenkamp, Klopt, ja. ja. In Lommel. In Lommel. Oké, cool. Ja, ben dat dat is... Onlangs begonnen, een half jaar geleden. Ja. Wat doe je daar? Ja, Nachtwakker, eigenlijk. Nacht, Nachtbegeleider, eigenlijk, van minderjarige vluchtelingen. Oh, minderjarig ook nog. Minderjarige vluchtelingen. Niet dat ik daar veel uh, uh, last van heb. Eigenlijk. Ze zijn meer, meer aan het slapen s'nachts. <laughs> uh, maar ik moet eigenlijk een beetje toezicht houden. Als er ja. problemen zijn, als medicijnen worden gegeven, moet je daar een beetje op klaar voor staan. Ja. Ja. Van waar komen die vluchtelingen? Van welke kanten? Nu vooral van Afghanistan. Ja. Ja. Ik, denk, ik denk de afgelopen tien jaar al. Nu. Van Afghanistan. Ja, dat is wel heel goed kunnen, ja. Ik heb daar vroeger nog eens gewerkt. Er ah. was een eigen vorige editie van Lommel, dat is een tijdje gesloten geweest. Uh -huh. En toen kwamen ze eigenlijk meer van, uh, ja, gespreid meer. Ah ja. ja. Uh, Midden-Oosten, ja, verschillende landen vandaar. Zit je daar, daar Turken ook, hier en daar? in uh, verschillende, ja. Koerden, ja. Koerde. ja. ja. Turken. Echt toch? Weet je waarom? Ja. Die Turken die je daar gaat zien, dat zijn uh, mensen die zijn weglopen in de tijd in 2015 16, van de Koep toen. Dat ja, zijn uh, Fethullah-supporters en die zijn ja, politieke vluchtelingen. Ik weet dan dat omdat ik ook heb gewerkt gehad in zo'n kamp, maar niet als elektricien, gewoon even. Ja, ja, ja. Maar ik ben geen elektricien, maar wel even gewerkt. <laughs> uh, en toen waren er ook een aantal Turkse gezinnen tussen al die Afghanen, al die Afghanen want dat waren voornamelijk Afghanen. Ja. En dan waren er zo hier en daar zo enkel Turkse gezinnen. Nee, vroeger waren er meer uh, gezinnen. In het algemeen. Ja. En nu zijn er meer uh, vrijgezellen, uh, enkele mannen ja, van Afghanistan. Mm, ja. ja, Op die mannen komt veel kritiek. Hè. Ja, die, die krijgen het meest te verduren. Hè. Op die dat mannen is... kan veel kritiek. Waarom? Omdat als we zeker nu gaan kijken uh, in de Oekraïne-Rusland, in, in dat debat, mm -hmm. zien we voornamelijk vrouwen en dochters. Klopt, eigenlijk ja, ja. enkel vrouwen en dochters. Er komen enkel de vrouwen en de dochters zijn gekomen en de mannen zijn daar gebleven om oorlog te, ja, ja. Om oorlog te voeren. Om te Klopt, ja. En dan, ja, het Vlaamsbelangrijkste. <laughs> <laughs> is gemakkelijk, Dat <laughs> Is gemakkelijk om daar ja, te blijven. Ik vraag me ook af ja, waar zijn al die vrouwen, die zusters, die moeders naartoe gebleven? Ik weet het ook niet. Ja, 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 ja dat is waar. Dat is inderdaad wel een gekke. Maar, ja. maar de, de, Middle-aged Belgian man is dat, niet, is, is dat niet erg hè? Die moet niet meer naar Thailand. Goh, <laughs> klopt. klopt. Hey, maar stel je voor, je komt van Afghanistan of je komt van Syrië. Je bent vluchteling van je land. Je komt, uh, je komt aan in een vluchteling, je komt in België. Op is je kerel daar weg. <laughs> je denkt nee, welk land ben ik terechtgekomen? Ze ziet er allemaal zo uit hier. <laughs> ja, ik denk, ja. ik heb ik al iets meegemaakt? Ja, nu daar is het ja, nee, rustiger eigenlijk, Overdag ja. is er wat meer leven inderdaad. Uh, ja. Vroeger had ik zo wisselende shiften. Bij de volgende is die dan ja. uh, dag-nacht. Maar nu heb ik uh, vaste nacht eigenlijk. Ja, en wat gebeurt er dan zo in, in, overdag? Uh, nu op het moment? Uh, of toen? Ik, uh, toen je daar overdag werkte ook, wat gebeurde er toen? Ja... <laughs> Maar mijn taak was meer mensen naar het ziekenhuis brengen, ja. terugbrengen. Waarom uh, moest je aan gewoon diabetes of ik weet niet wat? Van alles. Ja. Ja. Sommige problemen, ja. ja. Niet echt uh, van structuur. Ja. Uh, Vanochtend ochtend, uh, ik moest de schinder, kinderen naar de school brengen naar de bushalte. Zo begrijpen ja. dan. Ja, ja. Uh, ik moest doktersafspraken maken. Zo van die kleine We ja, ja. waren uh, het haal uh, verantwoordelijk, we werkten toen op het haal. Nee, ah, maar, ja. En je hebt nooit een ruzie, nooit een ruzie gezien, of ik weet niet wat, de nee, nee, toen was het heel rustig eigenlijk. Er waren meer gezinnen. En, uh, ik moet zeggen, dat was op dat gebied waar uh, de vooroordelen uh, minder uh, waren, ja. wat nu het probleem is. Bij Afghanen heb je inderdaad meer problemen. Ja, merk je dat? Uh, ja, binnen de mannen. Uh. Ja. ja. meer tussen stranden, naar tussen. Zeker als die, die zijn allemaal op in kleine hokjes eigenlijk daar hè. Dat zijn uh, Oeh, geen, ja. geen grote kamers. Ja, hoe ziet dat, hoe ziet dat er eigenlijk uit zo'n vluchtelingenkamp? Dus op de Lommel is dat wel goed, want die hebben daar een, uh, dat is eigenlijk een oud uh, vakantiedorp. Uh -huh. ja, vakantie door. Die hebben daar chalets, die hebben daar. Uh, uh, ja, ja, die hebben daar de auto's, chalets. Die hebben gaan daar die mannen niet leuk vinden. Caravans hebben die. <laughs> nee, dat gaan ze niet leuk <laughs> vinden. Ook. Dat is best mooi daar. Ja. Die e komen hier letterlijk op vakantie in België. Ik e wel, <laughs> die daar komen, wel. Ja. Ja. Maar is, die wonen echt in een soort van chalets dan? Ja, vakantiewoningen. Uh -huh. En dan ook. En krijg je die maaltijden? Of, of hoe zit dat juist? Bij ons, bij ons het centrum krijgen ze een vast bedrag voor. Uh, eten te kopen, elke week ja. mogen we ze een eten maken. Ah, ja. uh, hier hebben ze dat goed daar. Ja, ja, dat is niet overal. andere centrums is meestal uh, Samen eten allemaal een tent. Grootkeuken, grootkeuken. En ja. ja. in in Leopoldsburg is dat zo. Veel, heel veel plaatsen. Ja. Ja. Dat is wel gegeven, het dus, echt regioafhankelijk. Dat, dat zo veranderd. Ki ze kijken gewoon waar ze, kijk ze plaats wat, hebben. Ja. ja, die kijken wat beschikbaar is. Ja. Ja, ja. In de andere slapen ze ook een grote uh, hangar, zal ik maar zeggen. meestal liggen of van die legerkazernes. Mm -hmm. slapen ze dan met twintig of dertig in een grote zaal. Mm. bij ons is het best dus echt luxe. <laughs> ja, ja. daarom dat er geen ruzie zijn. zo uitbreken zeggen mannen we gaan het niet ver, eh, verkloten. we gaan <laughs> Er is zo'n kast van een vent voor de deur. Ja. Niemand, is zo breed ja, ja, ja. Als Niemand is zo breed als hem van ons. <laughs> Niemand nee. worden ook regelmatig aangehaald dat ze, dat ze het daar goed hebben. als ze dan ruzie uh, hebben, dan worden ze meestal overgeplaatst naar een ander centrum. Als dus, uh, ja. ze zo, zo normaal zich rustig houden. Ja, ja. Ja. En, maar zullen, ik weet dat niet, zijn die in contact met, met vluchtelingen van andere kampen. Of ook ja, minder. Ja ja als ik die je, hebben contact met overal hebben die contact Die gaan naar buiten en zo Zoals te zeggen, ja dat is een open centrum die mogen buiten gaan die mogen gaan komt terug, komen je dat is wel een beperkt aantal dagen dat ze afwezig mogen zijn s'nachts, hm. ik denk tien per maand mogen ze afwezig zijn S'nachts? Uh, nachts s ja. nachts dat is toch een goede deal hoor. Ja, ik de ben rest, niet 10 keer per maand door. De 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 dus, rest rest <laughs> <laughs> Dat is wat dik. Ja. Van, van waar komt die, kom die, uh, die keuze recht uh, om met een vluchteling te gaan werken? Voor mij was eigenlijk uh, een contract op drie dagen. Je maakt een mm -hmm. uur shift. om drie dagen tijd heb je je hele week uh, gewerkt. Uh, ja. en dan heb je 36 uur. En dan, de rest van de week heb ik vrij. Ja. Dat, was van dik, ja, werk, dat is wel een dikke ja. Werk je liever nacht of dag? Ik werk liever s'nachts Echt? Ja, ik heb er nog altijd overgehouden van vroeger ja. uh, Ik denk dat is moeilijk om eruit te geraken ook hè. Ik heb een tijdje, uh, bij die vorige is die dan ook morgens dagdienst gedaan, dat is van 7 uur s morgens tot 7 uur s avonds. Ja, dan moet ik gewoon 5 uur eigenlijk opstaan, half 6. Ja, dus dat is een ramp. Dat op, is een vieze ja. ja. Vijf ja, uur ook. half zes, ik vind uh, dat is een vieze. Ja, ja, ik kan dat ook niet. Ik, dat ja. blijft een vieze ook. Je? je raakt er niet aan gewoon te zitten <laughs> Tegen dat te, nagels teg teg liggen daar op de van een stoel. En... Echt waar. Ja, ik, ik kan er niet tegen. Nee, nee, ik heb ook veel liever nachtpost dan, dan ochtend En dus zeker ik, ja. als je dan zo drie dagen doet, en dat is vakantie elke week. Dat is verlengd weekend. Ja, ja. elke week. Ja, maar dat is, dus dat is hoe je momenteel werkt. Hè. Dus je werkt drie dagen per week en je wordt betaald als fulltime full hè Ja, klopt. Oké, okay, nou nice. Dan heb je nog uh, Mooi, vier ja. dagen in de week over. Hè? Klopt. Ja. En dan, dan, dan kun je, dan je dan nog veel geld verdienen. Dan, ja. dan kun je nog veel geld verdienen in die vier dagen, als je echt wilt. Ja. ja. Ik doe ik bij werk een beetje hier en ja. daar. Hoe ja. ja. Hoor je nog, als ik mag vragen? Ik sta ook uh, nachtwaken, zal ik maar zeggen, op mijn en maar Dat is wel goed. Je hebt ja. van één skill ja. heb je, heb je van één skill heb je eigenlijk zoveel, kun je heel veel dingen klaarkrijgen. Ja, ja, heel zeker. Want ik hoor mensen... Bijvoorbeeld, ik hoor mensen ook klagen over security. Ja. Eh, veel mensen die er die instappen en onderuit gaan terug. Dat is zwaar Zonder Dat is zwaar, hè Ik onderschat hoe zwaar dat ja, is. Moet, jij doet dat wel als Je moet wel je slaap, moet je ik moet moet zijn. Hè? Je hebt een paar variaties. Open, maar mij moet je ook niet aan de winkel gaan staan nee, gang. Ja, 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 snap, aan de ingang. Ja, snap ja, Dat is ook niks voor mij. Hè? Ja. Oh, dat is meestal die mannen. Ja, nee, nee. <laughs> die mannen. Ja, ja. Ja, met zo'n zo kostuumje aan. Dat is ook niks voor mij. Ja. Maar we waren aan <laughs> zeggen dat je misschien... Je hebt geen serieuze ruzies meegemaakt in die vluchtelingkamp hoe lang heb je gewerkt bij Versus als portier? Bij de Versus zelf? Tien jaar van, Daar heb je wel iets mee. Van de oude Versus, uh, van opening tot slu ah, uit, echt, de sluiting. Ah, echt? Bij de oude Versus ook nog? Ja, nieuwe Versus heb je niet Nee, mensen, ja, ik ken nu uh, ook uh, enkel okay, van de oude Versus. Yeah. Oké, okay, De ja. ja. oude Versus ben ik gestopt daar. En dan, uh, yeah. Wanneer was dat je gestopt? Dus dat gestopt? Sluit zeker? Wanneer was dat? 2012 of zo. Ja, ik 2000, tien jaar geleden misschien. 2012 dus, ja. Hoe waren je ervaringen daar? Ja, oh, dat was wel een vragen. <laughs> had jullie zo zo'n backdoor? Dat was een mythe. Ik ga ook wel zeggen, zo'n deurtje die open gaat ergens als iemand zich niet goed gedraagt. <laughs> <laughs> ja, een verhaal van gewoon, maar dat was nee. Ze hadden wel een uh, kamertje voor uit te praten. <laughs> <laughs> ja bureaukamer jouw kamer uh, ah, meteen. <laughs> meteen dichtbij, uh, zeg je niet? Ja, uh, dat was dat Wat gehoord was veel overdreven, Hè, toch? Uh, Ja, Toch? Ja. Er gebeurde wel wat, soms. Ja, mensen hebben gedronken, mensen hebben wat uh, gebruikt. Uh, ja. En dan, uh, ja. dan kan er inderdaad wat wel wat gebeuren. Maar meestal wat, uh, proberen we het te bemiddelen en het rustig te houden. Ja. Nee. ja, ik moet wel zeggen, in de jaren dat ik op stap ben geweest, is dat wel vaker het geval geweest. Dat de portiers dan effectief proberen te bemiddelen eerder dan dat ze iemand proberen rammel te geven. Ja, uh, ja zeker die grotere desk Kunnen je dat niet permitteren om naar. Uh, ja, slechte krantenkoppen te krijgen of ik ja, weet niet ja. wat. Weet ja, zeker uh, Versus stond een beetje in de, in de kijker. Uh -huh. Als er iets gebeurt, komt er een in de kranten en zo. Ja, heel ja, zeker Ik denk nog steeds anders, hè? Versus. Ja, dat kan. Ik weet dat niet meer. Dat is ja. echt niet. Vorige week was iedereen daar. Ja? En omdat Boef is gekomen of ik weet niet wat. Geen idee. Doet je nog van die opdrachten? Zo in de discotheek of in Eh, uh, Minder. Nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Ik, ik probeer er een beetje af te wijzen. Ja. Uh, ik heb er ook heel weinig tijd voor. Uh, nachtleven zeg eigenlijk een beetje... Ja, ik bedoel nachtleven in de worka. Daar word ik een beetje... Uh, ik heb dat een beetje afstand genomen. Mm, uh. yeah. Doe Om echt voor, voor iemand een plezier te doen, uh, voor een feestje bij hem op te vangen, zou ik dat wel doen. Ja, eerder als vrienden dienst dan? Ja, maar niet meer uh, wekelijks. Nee, daar heb ik geen ja. nee. Waarom niet juist? Uh, ik ben een beu. Rond dat milieu. Ben een beetje Ook altijd veel. Uh, ja, ik heb veel miseries. Hij heeft miseries zoveel. Ja. Ries is altijd met middelen en zo, dat wordt in al die jaren. Ik heb ja. in totaal toch twintig jaar in gezeten. Twintig ja, jaar lang, ja. 20 jaar, ja? Dat is geen veteran. Ja, heel zeker. Ik ben veteran, ja. Ja. Maar je hebt niet enkel aan de wedsters gestaan, ook niet? Hè? Of wel? Nee, ik heb overal gestaan. De grootste discotheek was in Lhokka, heb ik ook gestaan. Ja. Ja, uh, nou, hier in Lemberg heb ik... Maar ook een... pas gesloten, denk ik ook, hè? Die is, die is ook afgebrand, hè Ja, afgebrand, uh, Echt? ja. Wat denk je daarvan? <laughs> <laughs> natuurlijk gewoon er dus precies bij elke brand. Als, nee, nee, als er nee, een brand komt, komt er altijd... Dat is toevallig allemaal. Die, <laughs> die ging sluiten. Die ging sluiten. Ja, daar kan ik me niet over uitlaten. Het ja? is, is natuurlijk... Je kende die mensen misschien wel een beetje, niet ja, de baas. Ja, de, was de baas. ja, leuke mensen. Degelijke, ja, ja, fijne mensen. Okay, ja. Niet, niet uh, hoog, geen hoogwaanzen of zoiets. Ja. Okay, ja. En jij hebt het daar wel veel tegenkomt hè, in de nachtleven? Die mensen doen zich anders voor. Ja. Ja, ja. Dus, uh, ik denk ten opzichte van u sowieso, hè, want jij, ik denk uh, ik heb je te bewijzen ja zeker die ja, die is een beest ja. het enige wat je hebt is je titel ja. <laughs> <laughs> nee er komen veel mensen ik heb, ik heb, dat dus, ik heb ze in betrapt gehad die was door, door de week een eh, weekend was hij dan uh, flessen kraken zou ik maar zeggen gewoon hm. toen uh, chic aan en dan door de week zat een poetsproduct we, we verkopen buiten aan de winkel ah, ja, ja. <laughs> ik snap je ja schaamde zich een beetje maar dan weet je mensen maken zich heel veel zijn heel in de wereld ja zeker ja. daar hè, ja. Ja, ja zeker ja. daar die mannen ken ik ook. Zo. Eén keer, één keer om de zoveel, voor fles op tafel. Ja, die, die sparen volgens mij een <laughs> maand of twee maanden, dan de een ding op. Ja. Maar dat is erg hè, dat mensen dat doen voor... Ja. Voor, ja, voor de show, letterlijk. Ja, voor de show. Ja, klopt. Ja. Dat is echt wel erg. Voor ja. u te amuseren is één ding, hè? Dat is anders, ja. Als je het ja. amuseren. Dan moet je zelf weten, hè? Waar je gaat, als als, als je al die flessen u echt laten amuseren, <laughs> dat is ja. een beetje twijfelachtig, volgens Hoe mij. Hoe lang nou, okay. laat je dan amuseren? Een uur kan er al Als <laughs> je <Ja. een keer. laughs> okay. thuis komt, dan verspreid. <laughs> ja, wel <voilà. laughs> Hoeveel heb je dan echt geamuseerd, vraag ik me af. Oh nee. Oké, cool. Um... Dus je bent portier geweest. Uh, wa, wa, je bent ook bekeerd, hè? toen is een moslim geworden. Klopt, ja. Want je noemt je Brecht, maar dan heb je misschien ook een, een andere naam ondertussen. Of nee, ja, normaal je... doen ze dat wel, maar ik ben niet, ik ben niet zo na een oudja geweest om me te laten bekeren. Ik heb alles op mijn eigen gedaan. Ja, dus als je bekeerd bent tussen zuur, en God. Ja, zeker weten. En uh, ja, ik heb gewoon uh, een wassing gedaan de en de Shahada ja. gezegd. dat is geen moslim. Ja. Ja, ja, volgens het boekje is dat eigenlijk voldoende. Maar. Dat is waar. Ja, on we hebben onze cameraman Jens hier is ook bekeerd. Dat is ook een bekeerling. Ja. We zijn goed bezig. We zijn goed bezig. <laughs> zijn goed bezig. Als Vlaams Belang is, dan kijk één voor één, man. Eén voor één. Nee, dat is maar grappig. Dat nee. moeten jullie niet hebben. <laughs> nee, voilà. Hoe is die beslissing uh, teweeg? Ja, hoe is dat gebeurd? Hoe heb je die beslissing gemaakt? Ja, dat het zijn eigenlijk door, 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 door je leven heen dat er overal zo van die geplant worden. Je kunt niet zeggen van de ene dag op de andere dag, ik ga, ik ga moslim worden. Mm. Vroeger toen wij, in onze jongere jaren, je ziet een moslim eigenlijk altijd in een tekenfilm of een, een mm. film met, met bommen en, 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 en gebouwen <laughs> laten ploffen zal ik maar zeggen. Ja, dat echt goed, waar. Terwijl in, in het echte leven... Ik kende veel moslims, eh, ook het nachtleven en zo. Dat, eigenlijk allemaal, bij kwam ik thuis, dat waren allemaal. Sommige mensen kom ik thuis, ze waren allemaal superlieve mensen. Ik was vrij. Je ziet hoe meer gelovig, hoe beter eigenlijk niet? Ook. Hoe, hoe, meer, hoe meer bezig met de, met met de, de islam, islam? Ja, ja, hoe, hoe beter. Want ja, ja, dus, er zijn veel moslims, maar er zijn ook er, er zijn ja. rangen in eigenlijk hè, van mensen. Ja, ja. sommigen zijn. Die gaan misschien vrijdag naar de naar de, naar de ja. moskee, en dan zitten je ze s'avonds uh, alcohol drinken. Uh, ja, ja. En, nu, dat is, ja iedereen, met zijn ei, iedereen zijn eigen zones natuurlijk, hè. Ja, maar je is, het, ziet, ik denk dat de meest vredevolle mensen zijn, de, zijn degenen die het meest bezig zijn met hun geloof. Of, ik, ik merk dat. Het lijkt men, toch wel zo ja, in ieder geval. Je, ja, snap De mensen die ik ken, die uh, echt bezig zijn met geloof, constant, dag in dag uit, elk uur van de dag, ja. dat zijn de beste mensen die ik ken. Hoe bedoel je mijn beste? Ik bedoel gewoon, dat zijn mensen, eerlijke mensen, uh, die kunnen goed meeleven met andere mensen, die zijn, uh, doen hun plicht in de maatschappij, snap je? Gewoon all around goede mensen. Ja. Je? Ja. je wordt eigenlijk ook, als je, als je een beetje aan de regels houdt, de zuilen zou ik maar zeggen, ja. word je uh, vijf keer je gebed, word je wordt eigenlijk ook vijf keer herinnerd aan, 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 aan die connectie met, met Gods, met Allah. Ja, ja, klopt. Als je dan tussendoor uh, foute dingen doet. Uh, uh, hoe is uw eerste aanloop dan gegaan? uw eerste aanloop, dus gaat vrienden, die mossen maar. Ja, en dan zag je eigenlijk dat er uh, uh, tegenstelde uh, uh, beweringen zijn. Als je met de media vergelijkt en in het echt, dan heb je ook 9-11. Dan heeft iedereen wel een impact gehad, maar achteraf blijkt dat de dingen eigenlijk anders zijn dan voorlopig, dan wat zij gezegd hebben. Hmm. Dingen verdraaid, zou ik maar zeggen. Zoals de uh, media altijd wel doet, hè? Uh. Heel veel. Ja. Ja. Drie gebouwen die neer zijn gegaan met twee vliegtuigen, ik weet niet. Ja, <laughs> ja, er zijn, er zijn <laughs> ook er veel conspiraties <laughs> rond. Maar, ook als je gaat kijken, bijvoorbeeld, uh, uh, er zijn heel veel dingen veranderd. In de Verenigde Staten, na 9-11, die nooit meer zijn teruggedraaid geweest. Mm. Omwille van privacy, bijvoorbeeld. Uh, als je gaat bijvoorbeeld Edward Snowden. Dat is een, be een bekende hacker. wereldbekende hacker. Die werkte voor de overheid. Ja. Uh, als spion. En die heeft zijn rug gekeerd naar, de, naar de overheid. Mm. En die is nu letterlijk... Ze die, die is nog altijd voortvluchtig. Ze uh, mm. is nog altijd voortvluchtig, maar wat heeft hij gedaan? Die heeft prijs gegeven aan het volk. Dat, die, uh, dat de overheid, de Amerikaanse overheid privacygegevens van iedereen pakte voor 9-11, zogezegd, om terrorisme op te vuren, maar geen enkele terrorist heeft gevonden, Maar nog altijd dat doet. Yeah, 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 yeah. En, en, ja. en dat is nu zelfs een hele rechtszaak aan. Dat is pas gedaan, denk ik, een aantal jaar geleden. Maar het is nog altijd verkluchtig. Is het een Rusland, denk ik. Ja, ja. ja. Het is een Rusland, denk ik. Ja, zoals ik zei, er zijn veel conspiracy theories rond, rond uh, uh, 9-11. Uh. Uh -huh. Maar heel veel van die conspiracy theories lijken toch echt geen conspiracy, hè? <laughs> uh, ook daarna, ze... Bush is daarna binnengevallen in Irak. Uh, voor massa, uh, destru mass destruction weapons. En als dus je nu gaat kijken, tien jaar later, uh, daar was eigenlijk helemaal geen sprake van. En nee. dat wordt gewoon ja. gezegd ook nu. Aan ieder waardere geen En dat is wel oké okay <laughs> ook gewoon, hè? Ja, is, uh, ja. <laughs> maar, Terwijl, ja. terwijl uh, Amerika die eigenlijk de massa zelf heeft. Eigenlijk. Ja, ja, ja. ja Jij mogen er maar dus, uh, Hun mogen elk land binnenvallen. Ja. Maar andere landen niet. M uh. Maar die de manier van, van uh, hoe, we, hoe de media werkt eigenlijk hè, op dat vlak hè, dat werkt averechts. Als we gaan kijken, op het moment is de grootste partij in België Vlaams Belang. Oh, ja. Waarom is dat? Omdat al de andere partijen, het is eigenlijk al de andere partijen, hebben één beeld en Vlaams Belang heeft het ander. Ja, dus het is gemakkelijk om te kiezen daarvoor. Hè. Het is gemakkelijk om, om dan te zeggen: Weet je, zijt je voor, ik zeg maar, al die gedoe met corona en ik weet niet wat, hè, zijt je voor de regels. Oké, okay, dan kun je hierop stemmen, op, deze, op dit plaatje. Ja. Zit je tegen de regels, en je moet denken, we zijn met min of 10 miljoen mannen, ja. man, ja. er gaan er zeker zijn die zeggen: Weet je wat, eigenlijk, jullie zijn aan het overdrijven en jullie hebben rare regeltjes. Hier moet ik, moet ik mijn masker aandoen, hier niet, en ik weet niet wat, snap je? In de bus moet ik die aandoen, maar in de trein niet, bijvoorbeeld. Nee. Zeg maar. nee. Dus je hey, die, die mannen die weten precies niet wat die doen. Hè? Dus wat ga ik doen? Ik ga stemmen op de enige. Zo is, ja, zo is het ook met Nairobi geweest. Het was uh -huh. de bedoeling eigenlijk om de moslims een beetje een slecht daglicht te stellen. Maar dat heeft een beetje een, een tegenovergestelde effect gehad. Er zijn heel veel mensen van andere nationaliteiten, zou ik moeten zeggen, die zich bekeerd hebben, die zich uh -huh. hebben zitten verdiepen dan in de islam. Omdat het werk dan vrecht. En dan uh, te weten komen dat, uh, uh, dat uh, moslims een heel andere visie hebben dan wat ze eigenlijk, uh, zeggen op televisie. Uh -huh. Een heel andere bronnen dat er meer. Ja, ja, is, ook zo. ja dat is, is ook zo. Maar ik ben sowieso ook van de gedachte: er is. Er, er bestaat geen geloof die slecht is. Nee. Elk geloof predikt goed. Klopt. Nee. Ik geloof niet dat er een geloof bestaat die terrorisme predikt. Nee maar geloof ik niet. Ik geloof niet dat er een geloof bestaat, die, die predikt, dat je iemand anders in leven mag hebben. Je nee, dat is dan echt een van de serieuze geloven, zo. Ja, ja, ja. ja. Gek ik, heb, ja ik heb het niet <laughs> over satanisme <laughs> en over Scientology nee, en... <laughs> die predikt ook niks slechts, wanneer. Wie? Satanisme en Scientology. Ah, nee, dat is waar, ja. ja die predikt ook niks. Geen oorlog. Nee, dat is echt. Ah, echt? Ah, ja, ik zweer, dat is ook nog vrij. Ah, Oké, okay, uh, dat kan, ja. Dat is gewoon een secte. Snap je? Dat is alles. Uh, ja. Maar ik heb het dan inderdaad over de grotere geloven, inderdaad. Dat is uh, dus Christendom, rondom, ja, ja. islam en... Die mensen in India en Pakistan. <laughs> dus, uh, dus, uh, okay, yeah. ik, ik vind het heel moeilijk om te geloven dat een van die geloven evil zou prediken. <coughs> dus dat dan, allee, ja, ik weet wel dat het is? extremisme is gewoon altijd slecht. Ja, dat is waar. Klaar, extremisme is altijd slecht. Ja, extremisme heb overal. Ja. Heb ook bij het christendom, zal ik maar zeggen. Ja. Inderdaad. En dat is zelfs nog niet enkel voor het, in het geloof, vind ik persoonlijk. Dat je, het, je kunt dat trekken tot sport, je kunt dat trekken tot politiek, je kunt dat trekken ja, tot wat ja. je wil. Snap je mensen die extremisten zijn? Van ah, Vlaams belang dit of ah, het groen dat. Dat is ook niet goed. Of ander recht. Ander recht. Nee, zoiets, ja. <laughs> <laughs> dat is ook niet goed. Want... <laughs> Als je daarvoor ruzie gaat maken met anderen, Ja, dan het is... leven is nooit zwart-wit. Ja. Ja. Je kunt niet zeggen, ah, die zegt dat, dat is in elk geval is dat correct. Dat, dat kun je niet zeggen. Ja, ja. Je hebt, daarom dat ik zeg, extremisme is gewoon altijd slecht. En dan zeker als we het hebben over geloofse ja, <laughs> context. Ja, je moet zelf je wachten en zoeken. Ja. Ja. Dat is, ja, je moet zelf een beetje nadenken. En dat is het probleem met die extremisme, dan, dan ga je stoppen met nadenken. Ja. En dan ga je gewoon beginnen te volgen, blindelings volgen. Ja, dat is wat ik bedoel. Je moet en daar is ik het zelf je wegzoeken. Ik, ik heb ook nog niet, oh, ik, uh, op zoek was naar het geloof, zou ik maar zeggen... Mm -hmm in een bepaalde imam gevolgd ofzo, ik heb alles zelf opgezocht, ja. ik heb zelf gelezen uh, zelf onderzocht. Het is wel goed dat je niet beïnvloed geraakt ook niet. Ja zeker, ja, als is mooi. je niet beïnvloed geraakt hè, dat je zelf een beetje kunt kijken. Ja zeker, het beste natuurlijk. Ja, want ja. uiteindelijk zijn we allemaal, ik denk de mens die waant zich veel, te, veel belangrijker dan het is. De individu, het individu, uiteindelijk zijn we letterlijk allemaal Kleine zwarte puntjes in het hele universum. Ja. Nog niet zo'n puntje. Ja, ja. ja, die mieren waar we elke dag op stappen, wij zijn nog kleiner ja, dan sorry. zij. Wij ja. zijn nog kleiner dan zij, maar wij wanen ons zo belangrijk en wij denken van ja, wat ik zeg is juist, of bla. maar luister. Wat jij zegt, is, of dat niet juist is of niet. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Ja, <laughs> voilà. je, je maar in sterke. Maar één in de miljoenen, echt waar. Als het niet miljarden is. nee. Hoeveel uh. zijn we nu? 7,5 miljard, hè? Ja, ja, 8,8. Ah, misschien 8 al aangeraakt 8, 8, dat ik ja. aan. Ja, dat is veel, hè? Ja. Zeggen ze. Hè? De helft Zeggen niet. ze, ja, ik weet ja, niet. Ja, ik weet niet ja, wat er tegenwoordig ja, is. Ja. Nog een paar ja. miljard verstopt in ja. India. Ja. En de treinen. al de treinen. bij de Chinezen in ja. huis. Dan heb ik een paar kinderen extra gemaakt, maar die mochten niet laten zien. <laughs> Allemaal Drakes. Die hebben die verstopt. Nee. Uh, dus je ze bekend, wanneer was dat? we eens 15 zeker? 2015 ben ik eigenlijk begin Officieel. Ja, daar begin en het erbij. 2015, dus dat is eigenlijk na uw portierperiode nog geweest. Ja, ik was wel af bouwen. Ik ben gestopt met ik met de corona. Ah oké, serieus. goed gedaan. Want ik vroeg me af, heeft uw geloof iets te maken gehad met het feit dat hij zit afgebouwd? Nee. Nee? Nee. Hij heeft echt met corona gedaan en ben een andere job gaan zoeken. Uh -huh. En voor u is dat gewoon werken, in principe. zit er gewoon als werk. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, dat is wel interessant. En nu en en K1-ervaring, wanneer was dat? Welke, waar kunnen we dat zetten in de tijdlijn? Uh, dat is het begin 2000 zeker. Mm, uh, we zijn echt om een echt de richting gegaan. maar <laughs> ja. begin wat we zo met wel eens ja. begonnen. Dus... <laughs> ja, dat was eigenlijk ook de begin van de uh, Ja, ja. Uh, Ik stond er aan de deur en ja, niemand. Uh, hij was vers was van 2000 al. Ja, ja, 2001 dacht ik. Ik... Die uh, dan uh, al, al damn near uh, 25 years running the game. Zie je, hè? Wie is eigenlijk de grote baas van versus? Nu? Ja. Yeah. Hij veranderd een paar keer misschien. Vroeger was dat een Nederlander. Mm -hmm. uh, nu zijn dat, acht uh, en een drietal personen. Oh, maar yeah. ik weet niet juist. Dat uh, valt ik? nog goed mee, een drietal personen. Ik ken shisha-zaken die zijn met zeven. <laughs> <Ja. laughs> Echt waar. <laughs> <laughs> Nee, maar misschien moeten we daar ook eens een van proberen vast te krijgen, hè, van de Versus. Nee? Zou dat niet interessant zijn? Nee, maar dat is een steep. Dat, dat is ook een zware... snap je. Aha. Als we zeggen Limburg, dan denken veel mensen meteen aan Versus. Hè. Zeker ja, weten. Ja, een van de grootste toeristische attracties in Limburg. Ja, joh, heel zeker. Hè. Van België zou ik zeggen. Ja. Ah, ja, dat kan wel België zou ik zeggen, ja, ja. Ja, zeker nu La Roca is gesloten, dus. <laughs> ja. Maar ik denk ook met de nieuwe Versus, die hebben ook een van de grootste discotheken in Europa of zoiets. Hè. Ik dacht gewoon wel. Hè. zoiets was hè, hè. Ja, ja. Ik denk echt in de top 5 als die van de grootste discotheken in Europa zitten. Dus dat is inderdaad wel een trackplacer hoor. Ja. maar dan over jouw K-1 ervaringen? Mm -hmm. Genoeg reclame voor de versus. Ja. <laughs> hoe zit je daarmee begonnen? Zit je, was je eerst portier en zit je daarna... Ik was beginnen... ondertussen al portier, ja. Okay, ja. Ik ben eigenlijk portier begonnen toen ik uh, Ja, dat kan ook niet van de ene dag op de andere. Nee, ja. Ik ben vroeger meegenomen in een geweest door, door uh, oudere kameralen, zal ik maar zeggen. Die heb ik, eerst heb ik in judo gedaan, heel vroeger. Mm -hmm. En een paar uh, gastdelen meegenomen. Hey, ik was hem als vijf toen ik 16 jaar was, uh, dat heb en, ik nog gedaan. <laughs> ja, ja. En uh, ja, later de, rolt je er een beetje in. Dan ga je met jongens mee trainen, Thaiboxen. En dan zijn daar uh, portiers van dan die uh, vroeger vragen ze mee als invaller. En dan een tijdje heb ik een vaste deur. En zo, de en zo een vaste deur. Maar, Elk weekend dan, ja. ja, ja. Maar dat werd ook wel echt zo. Hè. Ik, merk, ik merk dat zo. Want zoals ik zei, hè, mijn neef was vroeger ook portier. Uh, dat is wel zo. Die worden soms gewoon gebeld, of er is een probleem of zo. Dus je is gewoon gaan slapen, opeens je kamerad belt je, hé, hey, we hebben je even nodig, kom langs. Echt zo, hè. Dat gebeurt zo in praktijk. Ja, toch, ik was dan invaller hè? meestal als iemand ziek was of zo. Ja, ja en uh, hoe moet je zeggen? Uh, ja, en op een duur wordt je dan gevraagd voor bijvoorbeeld uh, als dat ergens een, iemand wegvalt of uh, die vertrekt, of er gaat een nieuwe discotheek open. Mm -hmm. dat, dat we daar dan pas kunnen beginnen en zo ja oh. En toen met hem met, met boksen eigenlijk, met thai boxen. De... Hoe, hoe, hoe was je toen? Toen we was het begonnen? Uh, vast aan de deur? Yeah. 18. Kaart, Kijk, ja, 18. Mink, ja. Kijk, uh, hè. Hoe is het als Ik word 45 september. Mijn ja. In hey, mijn 18 jaar, stel je voor dat 18 jaar, je moet even kookhuizen van 40 jaar allemaal gaan geven. Maar, stel je voor, ja. ja. Ik was wel best school voor mijn leeftijd. Ja, dat geloof ik. Nog altijd. Nog <laughs> <Daar> altijd. Nog <laughs> altijd. Nee dat is 18, als geportier, en dan was, portier, dan was de deur. En ja. dan is u K1-verhaal begonnen. Ja. Of ja, je kickbox-verhaal eigenlijk. Ja, ik ben eigenlijk nog school geweest tot mijn 21 Ik heb uh, sport gedaan. Ja. Lichamelijk ook voor niet regentaat. Ik moet oh. geen gebruik van gemaakt. Eén jaar les gegeven aan school. Ja, ik had jou in ah, Zo, uh, Je dat, zou je dat in principe opnieuw kunnen doen dan, hè? Nee? Ik heb mijn papieren. Zou ik dat niet willen? Van, uh, ja. Dat is ook iets leuks, denk ik. Ik heb, ik heb een sport gedaan met biologie. Maar eerlijk, uh. die, die spat van de zatlappen af afwijken, de kinderen <laughs> geven. <laughs> he? <laughs> ik denk, maar ik, ik denk... heb een jaar les gegeven, was wel best leuk. Niemand zegt. Haar ik, haar he? he? ik, <laughs> ik, ik heb een. Uh, Biologie geven dan, geen sport. Heb je biologie school, geven Biologie dan, dan gegeven op school, ja ik heb dan de optie biologie genomen extra. Je kunt dan kiezen, je kunt sport als hoofdwerk pakken. Dan, ja. uh, en dan, uh, nu ja. kun, vroeger kostte je biologie nemen of bewegingsrecreatie. Nu kunt je daar biologie of wiskunde mee inpakken pakken. Of, of maar nemen. je bent een slimme kerel dan wel hè maar. Uh, Ja. Ja, om een stereotype te doorbreken. Dat is waar. Kickbokser, ja. uh, ja. uh, okay. portier. Je denk denken dat je een dommerig bent. Met alle respect, ik zeg niet dat je dat denkt, maar mensen denken uh, dat. Ik, ja, dat weet ik, dat mensen dat denken. Ja, voilà. Dan ben ik ook soms. Mensen, dus, ja. Ja, dat, is een, dat is goed, dat je doorbleek te stereotypen. Ja, dat is waar. Je hebt wel zo'n dingen, hè? Ja. Dus, uh, oké, okay, je hebt dan ook een jaar lesgegeven, zeg je? Ja, ik ja, als... heb lesgegeven, ja. En toen ben ik... Uh... Ja, het begonnen, ik. En... Uh... Ja, ik heb dan een uh, wedstrijd begonnen te doen met uh, ja. ik heb Redelijk laat, he. ik was 21. Dat is inderdaad redelijk ja, laat, denk, Ik trainde wel al van toen ik 16 was. Ja. Omdat ik ook nog jullie deed. In welke gym was dat? Was dat bepaalde begon, bepaalde een bepaalde Ik ben eigenlijk begonnen met uh, Bilzen. Ah ja. Met Chaka en Bilzen. Ah, ja. En er waren toch uh, ja, veel portiers die toen nog tijd trainen. Ja. En uh, ik ben dan overgegaan naar uh, Lomo. En, uh, ja, Abdi? Nee. Ja. Dat bestond er nog niet waarschijnlijk. Hè? Nee, nee, bij Olaf Bekkers. Ah, echt? Olaf Becker, ja, oh, ik begon begonnen okay. de wedstrijden te doen. Ja. En dan van Olaf. Uh, hij, hij trainde zelfs in Valkenswaard, Zwart. Ja. Bij Mickey Menazoes. Ja. En achteraf ben ik. Dat naar CM hem, Gym zeker, hè? Ciam Gym. Ja. En achteraf ben ik naar hem ook overgegaan naar uh, de Valken -Zwart. Heb ik voor Valken getraind. Ja. Ja, dat is vloogte. een dikke gym, hè, dat is een legendarische gym ook. Ja, mooie gym. Goede ja. gym. Ja. CM Gym is echt legendarisch. Veel zwaargewicht die daar trainen. Ja? Ja, er komen heel veel zwaargewichten van andere clubs op die daar komen sparren Ja, komen sparen, trainen. Ja, dan, dan, dat is echt veel, hè? Ja, dan we elkaar aan, de dus magneten, want dat is uh, zeker, zwaargewicht, ja. vind je niet echt veel jongens voor het uh, sparren, ja. zal ik maar zeggen. Ja. Toch zeker niet op dat niveau. En daar was het uh, ja, de naam dat er veel zware gewichten kwamen. Ja, ja. Ja. Ah, ja, CMG is legendarisch nog altijd zo. Ja, ja, zeker. Ja. Dus je zit daar begonnen met trainen, en hoe het was je toen ongeveer, denk je? Ik denk 2, 23, ja, hoeveel, had je, had, hoeveel partijen had je al op je naam? In totaal? Toen, toen je zo bij Siam zijn begonnen. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik, weet, ik heb in totaal rond de 50 partijen gevochten. Mm. Okay. Ja, ja. Ja, ik weet niet hoeveel toen ik, maar, ik denk 10, 10 partijen ja. of zo, Toen ik aan de Siam begon. En is je, je via Siam dan meteen in de K1 geraakt? Of? Uh, ik was dan eens een zeker uitgenodigd geweest voor plaatsvervanging ook, uh, iemand op te vullen in Zweden. Kajin van Zweden was dat toen. En uh, Ja, ik, ik ben die partij. Die toernooi dan eigenlijk. Ook. En dan, ja, dan gaat het eigenlijk al vanzelf. Ja. Hoe had je toen gewonnen? Of hoe? Ik had toen gewonnen, ja. Ik moest dan drie keer vechten op een dag. Nee, hoor. Ja, je zit in de acht man. Je oh, van vier. Vroeger had je gewoon die gekke zaken. Oh, is dat is het. Ja, ja, vroeger had je gewoon die gekke toernooi's. Ja, maar dat is echt leuk. En, <laughs> Als je wint wel, hè? Ja, ook, <laughs> hè, ja. En eh, uh, Ja, ik. Ik had eigenlijk niet veel tijd voor te, voor te, voor te, voor te bereiden. Mm -hmm. Pak ja, twee, drie weken tijd. Dat is heel weinig. Dat was dus goed meegevallen Ja, ik was eigenlijk wel altijd in conditie. Uh... Oh. Maar ik twee, drie weken, weken ja. tijd voor uh, een, een toernooi te draaien van drie wedstrijden en dan onlangs alle drie winnen. Uh. Als invaller in K1, wat op dat moment de grootste organisatie ter wereld was. Uh, dat, waren eigenlijk, dat zijn dan eigenlijk de kleinere K1-toernooien. Dan zijn de preselecties ja. eigenlijk. Dan heb je u verdeeld over de hele wereld. Ja. En dan, uh, dan ga je verder. Zo naar Las Vegas, wel Las Vegas dus ga je verder naar uh, Tokio zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Tot waar is het gaan? Zit je zit het je, je, je reizen voor die wedstrijd ook. Ja, ja, natuurlijk. En waar is het allemaal geweest? Uh, ik heb heel veel Roemenië gevochten in de tijd. Dan mm -hmm. uh, Las Vegas, Amerika. Tokio ja. ook, hè? toch? Huh? Tokyo Tokyo heb ook, maar he? Ik heb juist niet geraakt. Ik nee? had de uh, tweede plaats in uh, Las Vegas. Jammer. Ja, ja, En anders was ik wel doorgaan naar Tokio. Ja. Zo werkt dat. Ja. dan Dus je begint in Roemenië. Nee, nee, je okay. begint, ja, je begint, dat maakt niet uit waar je begint. De kan is dat je in Nederland begint. Okay, uh, dat ja. is in zo voor, voor selecties. Hè. Ja, en dan? En dan, en dan? En dan ga je door naar een, de winnaars van, van die toernooien, die komen dan samen. En, en waar komt dat? La ja, ja, dat is anders, bijvoorbeeld in Las Vegas, zou ik maar zeggen. En daar dan uh, de, be de, de beste van daar, die gaat dan, uh, het, uh, samen, die gaat dan vechten met de uh, ik beste van van vorig jaar zou ik maar zeggen. dat is wel chic. Dat is K1 dan of van. dat is wel chic, ja. zei ik, ja, zeek een paar regels in veranderd yeah. om, om dat mooier te maken. Bijvoorbeeld dat klintje? Dat mag niet. Dat ze zo aan elkaar hangen. Ah, echt. Je mocht wel één knie geven, dacht ik, denk, want dan moet je meteen loslaten. Dat knie en loslaten. Ja, ja. Ja. Je mocht niet blijven vasthouden. Ja. Dat is dus de regel. Ja. Ik voel het mooier te maken. Hè. Ja, ja meer, meer actie, hè? Meer ja, actie. Klopt. Ja. Ja. Maar dat is mooi. K-1 is echt mooi. Maar ik zeg dat is legendary. Hè? Ik denk wat de UFC op dit moment is, was K-1 toen. In de vechtwereld, hè, voor alle duidelijkheid. Want toen was kickboksen zeker niet zo populair niet meer zo, maar ik denk dat er een beetje gedaan is aan die K1. Ja, 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 ik heb uh. het over toen, hè, die tijd, hè. Maar je zit ook in die tijd. De tijd dat jij hebt gevochten, daar was ook. Het oh, toppunt tijd, ja. van Keohan. Je had toen ja, dus ja. je Schild, uh, ja. Peter Aerts. wie uh, noem maar het genoeg. Ja, je had Ernesto Holst, uh, ja, ja, ja. Overeem was toen ook in zijn prime, denk ik zelfs. Uh, die vraagt nog altijd. Het is gek, hé. Ja, Hoe Het is die keel, gaat... ja, 43 of zo. Hè. Ja, zo is mijn... die ja, die het. Die heeft tegen Badder knapen. Geen dat is echt. absurd, ja. maar ook een legend. hè. Dat is ook wel gek ja. dat hij dat mag van de UFC, want veel mogen dat niet. Dat ga ik wel zeggen? Ja. De UFC laat veel mensen niet los voor een bokswedstrijd zo. Maar, oh, ah, maar ik denk dat ze een contract geëindigd is bij de USC. Anders laat hij de, de USC los. Ja, niet de USC lost niet hè? s was, ja. Ja, echt. S. Ja, s. S. Ja, ja, dat wars <laughs> lost niet. <hij <hij nu we het over Overeem hebben, Heb ken zijn broer waarschijnlijk ook dan, Valentijn? Ja, ik ken hem. wie ze zijn, Van de deur of zo toch? O, ja, 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 we kennen elkaar. Ja, voila. Heb je getraind met hem? Nee, nee. Vroeger waren we eens een keer in dezelfde gym, hebben we eens getraind samen. Ja, zo heel sporadisch. Heel regelmatig. Nee, dat klopt. Dat heb je nog allemaal getraind. Uh, ja, niet echt bekende jongens. Nee? Want ik, nee. als ik denk aan Siam Jim en ik denk die teden. Uh, uh, ja, ik, denk, ik kwam... wat is dit nou? Ik ben al lang uit. <laughs> ik kan een jonge man die komen. Uh, ook uh, kwamen eigenlijk, jongens waar ik tegen gevocht had vroeger. Uh, ja. Die kwamen dan uiteindelijk kwam ook trainen bij ons. Ja. Uh, voor wedstrijden, voorbereidingen en zo. Uh, zeker. Uh. Misschien ja, dat, dat soms zo? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja toch, dat denk ik wel. Ja, toch? Ja, dat gedaan. Dat waren wel een mooie tijden. Zeker. Ook zo dat gevoel als je in de ring stapt, ja, dat is heel ja, anders, ja, denk ja, ik. Ja, dat is kijken. Ja, zeker. Ja, ja. Zijn zat er, zat er prijzen gehaald ook aan verbonden? Ja. Aan die. Bijvoorbeeld, toen je tweede. Zit ge... Of is het dan eerste geweest in Roemenië? In Roemenië ben ik eerste geweest. Zijn er prijzen gehaald aan verbonden? Het is de prijzen, afhankelijk van welk niveau. Hè. Je ja. begint met. Ik dacht. Uh... Ja, toen, ik spreek wel over twintig jaar ja, en, ja. Ja. tussen 3.000 en 5.000 euro voor een partij. Dat is nu ja. ondertussen een stuk meer waard, denk ik. Ja, ja. Denk wel. Ja. Maar toen denk ik dat uh, de hoofdprijs toch ik denk dat dat een half miljoen was. Nee joh, man. Maar dat is, is <laughs> ondertussen omhoog gegaan. Hè. Hey, dat is veel joh, een half miljoen. Ja, ja, als je dat ja. vergelijkt met boksen is dat niet veel. Nee, ja, ja. Maar bij boksen... Bij boxen moet je ook natuurlijk character building doen. Er komt heel veel marketing aan te pas. Hier komt je gewoon in het systeem gezet, denk ik niet. Dat is dan vergelijkbaar misschien met de UFC-gevecht. Wie goed is, krijgt dan de spots eigenlijk. En bij de UFC verdienen die geen half miljoen. Snap je Tenzij je dan ook die marketing doet. Ik ken de prijzen niet bij de UFC. Maar ik denk bij zwaargewichten, gewichten, die worden toch wel redelijk goed betaald. Ja, ja. De ja. Bij, de bij wat boksen was het ook zo, bij thai-boksen. Zwaargewichten. Ja, maar weet je wat, dat is zoals gezegd: zwaargewicht hebben altijd zo een stapje voor, laten we zeggen. Ja. Maar het ding is vooral: um, het gaat erom hoe goed je bent Of hoe, hoe, hoe graag het publiek je heeft. Ja, ja, en die, die tarieven, of die, die salarissen, of hoe je het ook wilt noemen, die, die bonus, laten we zeggen, die zijn heel sterk afhankelijk daarvan. Um, want als je bijvoorbeeld naar Conor McGregor, dat is het simpelste voorbeeld. Ja. Dat is verre van een heavyweight. Maar ja, die ja. verdient veel meer dan eender welke heavyweight die er is. Ja. Ja. En dat is gewoon puur omwille van zijn karakter. Wordt je zegt die character building, dat is puur ja. omwille van dat. Ja. En het maakt ook hè, want je moet weten dat de UFC is een heel Amerikaanse organisatie is en die zijn heel veel gericht op... Capitalistisch ja. hè, dat is gewoon... Die, die zijn, inderdaad, die zijn gewoon heel kapitalistisch. Die, 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 zij willen Conor McGregor ja, salarissen uitdelen, geluk. als jij Conor McGregor nummers ja, doet. Ja, exact. Want dat is het enige wat zij willen. Zij, als UFC zijn, zij willen gewoon nummers binnenhalen. Ja. Dus als jij dan iemand bent die... Als jij een vechter bent die Dat voor hen kan doen, ja, dan gaan die u meer betalen, want die willen u gewoon bijhouden. Ja, ook de kijkcijfers en zo. Tuurlijk. Dat speelt wel maar mee. Tele exact. Televisie, televisierechten. Ja. En dan en, heb je de Colby's en zo nu. Je. Ja, inderdaad. En dat is dan het negatieve. Daaraan, dat, dat is het de mens side effect. Is de sport een beetje. Voilà. Want ik zelf ben, ik ben, ik ben iemand, ik ben gepassioneerd door, door boksen en door kickboxen en door wegsporten. Dus ik vind het jammer om zo'n zo praktijkje te zien, hè. zoals Colby Covington, die dan opeens een heel ander karakter opzet. En weet ik van ja. wat? Enerzijds. Maar anderzijds snap ik ook wel dat dat is hetgene wat de UFC zo groot heeft gemaakt. Ja, dat is waar. En dat is ook de reden waarom die mensen nu ook zoveel verdiend kunnen krijgen. Als gepassioneerde uh, fanaat uh, van, van wegsporten is het ook niet. Zou ik het niet graag willen zien dat die sport uh, zijn volle potentieel breekt? Ja, dat is wat ik bedoel. Dus, dus ik doe heel erg te melden. Ja, voilà, te melden. Ah. En dat snap ik volledig. Ja, want we hebben die vraag ook aan Said El-Badawi gesteld ja. gehad. En hij vond dat niet. Ja, hij vond dat hij hij het minder oké okay was hij. Vond dat, hij, vond dat, hij vond dat allemaal. Afknappende, beetje. Ja, ja, die extra Saïd, ik weet niet of je die kent, trainer van SB Jam. Dat, is, dat is de huidige trainer van, um, van Badr Harry. Die heeft ook dinges ja. getraind. Uh, Germain de Randami van UFC, ik weet niet of ik haar kent. Ja, ja die, die vrouw. Ja, ja Melvin Manhoef traint bij Saïd. Ja. Uh, van alles. Die heeft een paar topvechters. Dus dat is een goede trainer in ieder geval. Ja, ja. Uh, en hij, we hebben dan, hij is ook op de podcast geweest en we hebben hem ook gevraagd: van, wat vind jij ervan, van, van al die, van al dat gepraat eigenlijk, gewoon, de shit ja. En hij zei: Ja, ik vind dat niks. Dat is niet wat sport is. Ik vind dat niks. Nee, dat is de laatste tijd is een beetje overdreven. Nee, ja, dat was uh, gezegd. 20 zei. jaar geleden, zou ik maar zeggen, was het minder. Nee, en dat was ook veel echter. Hè? 20 jaar geleden, dat was veel authentieker. Maar pas op, had je had vroeger geen. Had toch vroeger ook Brock Lesnar? En... Ga jij het er... over de WWE nu, hè? Brock Lesnar echt. Ja, WWE en die is pak in 2015 of zo naar UFC gegaan. Ja, oké, bijvoorbeeld. Als we het hebben over KaiJuan, laten we het hebben over zijn tijd Toen had ik dan inderdaad, zoals ik zei, Peter Aerts. misschien wel even naar de host. Bob Sepp, zelfs nog. Ik denk dat hij een van de weinige figuren was van toen, Bob Sepp. Ik denk dat hij de enige naam is die ik ken. Mirko Kroko denk ik nu ook plots aan. Goed die high kicks van hem, ja Model, was is dat, Dat was een left kick cemetery, right kick hospital of zoiets. Gekke kerel, ja. Maar allee, toen, toen had je dat dus niet, die, die showcase. Show, zo, die, minder yeah. show, inderdaad. Ja. Toen, was, toen was het allemaal veel authentieker. En als je dan eigenlijk een probleem had met die persoon tegenover je, dan zag je dat dat gewoon echt authentiek was. Je had effectief een probleem met die ja, persoon ja. tegenover je. Dat was niet om kijkcijfers binnen te halen, dat was omdat je een zenuw krijgt van die persoon, snap je? Ja. En dat is, dat is iets heel anders. He. Dan keek, ja, ja. Daar kijk ik veel, veel liever naar dan. Mooi, oh, ja. tegenwoordig ik vind ik dat ook een beetje overdreven. Ja, ja, het is iets te fel, dat is wat ik zei. Dat, dat is het side effect ervan. Ja. Dus dat, is wat je als, dat is wat Dana White dan heeft gecreëerd. Door zoveel geld te spenderen aan de Conor mcgregor types ja, ja, zo. creëert je de side effects van ja, het, de fake ja. bullshit eigenlijk gewoon. Ja, zo. En dat is het jammer. Hè. Dat maakt de show hè, voor de meeste mensen. En als, en als daardoor de, de, in dat geval dan de UFC kan uitgroeien tot, uh, tot FIFA bijvoorbeeld, hè, wat ga je voor. dan hebben? Je gaat uh, veel meer vechters hebben van. Uh, gewoon internationale vechters gaat ge hebben. Die gevechten die je daar nu ziet in Madison Square Garden en ik weet niet wat, die gaan tot hier komen. Hè? Dus jij gaat kunnen gaan kijken. Ja. Hè? Uh, of ik weet niet, maar nu, wat ik zeg, is 50 jaar misschien. Hè? Nee, joh, dus er is, ja, is misschien een event nog, geweest ja, in Nederland. Er is vanaf een vanaf. event geweest in Parijs. Ja, er ja, is, ja, is een event ja, geweest in Groot-Brittannië. Dat alleen maar door die, door die euro's. Hè? Of door die, uh, door die dollars. Dus ja, ja, honderd Voor mij ook, persoonlijk. Een middel. Ik zou graag wel dat de sport excelt. Voilà, daar gaat het mee ook om. Uh -huh. okay. ja, maar dat is geen K1, dat is geen 500k bags. Je hebt wel iets misgelopen daar, hè? Ja, ja. <laughs> ja, dat is toch... Wat heb je ja. gepakt in Roemenië, als ik mag vragen? Weet je dan nog H3 tot 5 tegen? Ja, als je één partij is. Wat is nog... de grootste pot die je hebt kunnen pakken hè? in je K-box carrière? Ik denk 20.000 dollar of iets dat is goed. Dat is kijk, hè? Ja, toen was het wel mooi. Dat ja, is zeker, hè? Ik stelde dat eigenlijk niet meer veel voor ja. euro, ja. ik We staan in duizend euro. ja. Ik weet het niet liggen nu nog <laughs> wel. <laughs> maar je moet het relatief bekijken, natuurlijk. Ja, he, ja zeker. Weet, he. nu, je dat, hebt er ook veel moeite voor. <coughs> dat is wat ik eigenlijk ook al zeggen Want we hebben het nu wel over. Tijdens zijn veranderd en nu zijn de prijzen veel hoger en zo. Hmm. Maar dat is ook niet per se waar. Dat is wat ik, dat, ik ben er niet meer op teruggekomen. Maar dat is wat je bedoelde met. Je hebt dan he, de, de toppers. Op, van de UFC, ik heb het nu puur over de UFC, ja, ja. want ik ken die cijfers een beetje. Je hebt de toppers van de UFC en die verdienen bakken met geld. Hè. Die ja. verdienen echt 500k per gevecht. Dit, dat. Ja, ja. Uh, die heb je. Maar tegelijkertijd, op dezelfde evenement, gaat ook iemand vechten die 12k pakt voor een wedstrijd. Ja, ja, en dat oh, ja. is heel weinig eigenlijk. Als je inbeeld dat je vecht op UFC, wat topniveau is. Jij ja. zegt tegen je wereld. vrienden thuis: ik ben in de UFC en ik ga vechten voor israël Adesanya. Ja, die gaan zeggen. Mij, deze man die heeft nog nooit een euro gelost hier. Ja. Je? Want die kan niks lossen. Ja. Ik ja, pak dat ja, 12, geeft hij niet. Ja. Ja, en en het als... kan zijn dat de ene je tegenstander 500 verdient en die andere maar 12. Op de kan. Ja. ja, nu dat is heel extreem. Dat is heel extreem, maar je hebt inderdaad wel die discrepanties heb je wel. Ja, ja. Um, maar wat ik wil zeggen is, dus eigenlijk: die, die, die prijzen zijn niet zoveel meer gestegen. Die zijn gestegen voor de toppers. Ja. Dat is waar. De beste van van de division, die je ja. inderdaad veel meer krijgen dan wat ze tien jaar geleden zouden krijgen. Ja, ja. Maar uiteindelijk de rest, die niet op, op topniveau is, die vind je nog altijd evenveel, zou ik zeggen. Ja, ik kan de prijzen nu van mij niet meer. Nee, ja. maar ja, ja. ik kan me zeggen, ik vind het gewoon jammer. Want je ziet dat de UFC aan het groeien is. Nogmaals, ik heb enkel de UFC. Ja. Maar je ziet dat die zo aan het groeien is. Je ziet, die zien echt gewoon constant aan het groeien. Die worden groter en groter met de tijd. Maar de, de paychecks blijven hetzelfde voor de meeste van de rechters. Ja, en dat zo. is erg, want ik, het zijn warriors. Hè. Als je ziet dat voetballers wel zoveel verdienen, op eender welk niveau, Kijk, uh... verdienen die bakken met geld. Ja, ja overdreven. Voetbal, thuis. Football, tennis. Tennis, ja, wielrennen, noem maar op. Golf. <laughs> Tegen bal slaan, we zijn bezig. <laughs> die verdienen bakken met geld, en dan die ene uh... die daar letterlijk zijn leven riskeert, drie, vier, vijf keer per jaar, letterlijk zijn leven riskeert, <laughs> die verdient peanuts. Ja, gek, ja ja ik denk ook dat de UFC minder uh, sponsors heeft qua hier in het algemeen door dat zou goed kunnen hè? Dat, dat zou goed kunnen, goed kunnen. wielrennen voetbal en zo ja die ja, puur pure sponsors ja. van die eigenlijk de, de atleten betalen en die hebben ook de interesse van de oligarchen natuurlijk voetbal en zo heb je als je gaat kijken bijvoorbeeld die mannen daar ja. die met olie spelen die komen gewoon even hier in Europa te zeggen ik maar. Paris Saint Germain die ga ik kopen voor mijn kennikken. Ja, ja. Ik gewoon de hele ploeg. Ja. Gewoon de ploeg. Die lonen waar we het over hebben, hè, zij betalen die gewoon uit. Ja. Dus laat staan hoeveel dat daar is. Snap je? En maar nu zit je ook wat UFC, zit vaker in Abu Dhabi. Ja, en ja. En zo. Ik weet niet wat. Hè. Ik denk dat het we wel soort gedaan om de aandacht van die mensen te trekken. Dat kan wel, ja. Echt ja. waar. Die maken er ook zo'n leuk evenement van te maken. Echt om show te geven. Ja, ik, maar die hadden... Die tenis... man, echt een gladiator. Maar die hadden tijdens... Uh, tijdens die dingen gemaakt. En Fight Island. Ja, dat was een gans concept. Ja, ja. die letterlijk gewoon buiten gingen knokken in een gingen <laughs> ah, ja. Dat is toch ziek. Dat is toch je probeert er iets interessants en leuks van te maken om die aan te trekken. Ja. Wat ook weer goed is. Zeker Heb jij ooit interesse, interesse gehad om uh, mij te doen? Want dat was vroeger minder populair Ja, hè? ik heb dat een tijdje gedaan. Uh, ja? Omdat ik, ja, ik kon combineren met mijn judo eigenlijk. Ja, daarmee. Ja. Maar uh, ja, die was er dus niet doorgegaan. Uh, het was de bedoeling eigenlijk, toen, nog tijd ook nog, toen ik... Het, begin met, het begon met uh, thai zeg eigenlijk, uh, dat we toen in Moskou gingen vechten. Die partij is toen drie keer uitgesteld geweest. Ja, toen heb ik het ook maar links laten liggen. Toen ben ik gewoon doorgegaan met uh, thai, 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 thai eigenlijk. Ja. Ja. Plus je had niet zoveel uh, clubs, MMA-clubs, als, als nu, Ik je moest wel echt naar Amsterdam en die kanten gaan, iedere ja. keer. En dat is voor mij zo'n... Ja, dat is toch twee uur dus, Ja, dat is vies, hè? Dat, is moeilijk, dat is moeilijk om je daar... Uh, ja, Nu nog altijd, hè, als ik kijk ja. uh, bijvoorbeeld Kukan Sarajam, ik weet niet of je die kent. Ja, dat ja, ja, ja. is ook een portier geweest in de Bellator, ja, ja, ja. nu ja. klopt, ik kent die sowieso. Um, ja ook, die moet ook altijd rijden tot, uh, ik weet niet waar het is, maar die moet ook twee uur of zo rijden om ja, ja. te kunnen trainen. Dus dat is nog altijd zo. Laat ja, ja. staan hoe het toen ja, was ja, ja, en uw ja, tijd. Ja, ja. Ja, dat is wel jammer eigenlijk. Hè. Je kunt dat beter gaan wonen dan. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja, sorry. Dus hey, dat zou je ja, advies zijn naar Kuken. Fruis. <laughs> <Van> <laughs> Heb ja. je er ooit aan gedacht om uh, in Nederland te gaan wonen of zo? Of ergens waar het meer toegankelijk is om fatsoenlijk om, om, om te trainen? De en tijd tijd en ik, uh, nee, nee, ja. Ik, ik, ik had al uh, vaker was een goede club, toen kwamen veel jongens van andere clubs trainen bij ons. Piteraars uh, komt zelfs veel bij ons. Dat is eigenlijk ook een oude club van Piteraars. Van ik kwam oh. daar regelmatig trainen. Piteraars is een legend, hè? Ja, ja. Uh, ik heb nog een weekje met hem samen getraind voordat ik naar Las Vegas ging. Oh. was like, Was ik wel uh, daar aan het oké, cool. Ik uh, ging zo twee, drie keer per dag trainen was wel goed. Stevige dingen, denk ik. Hè? Stevige uh, uh, yeah. trainingssessies. Ja, ja, klopt. Ja, ik kocht me krachtig zo uh. uh. Gek. <laughs> ja, dat is wel interessant. Ja, toch? Um, nee, wacht. Dus, je bent begonnen met je K1-carrière. Um, terwijl je. En de K-1 zat echt, hè? Ja. was je toen ook nog kwartier? Ja, ja, ja. Echt? Ja, daarom. Ja. Ik, kon, ik, ik kon er eigenlijk niet echt van leven hè, van die, van die nee. K1. Maar dat is hier en daar misschien niet. Ja, soms moet je wel lang maar wachten voor je partij toen dat zwaargewicht. Maar voor mij kwam het eigenlijk goed uit dat ze om dat kwartier het weekend gingen porteren en door de week ging je trainen. Dat, was, dat viel nog goed mee. Uh, ja, ja oh mijn een weekend als je een weekjob hebt, is dat niet te doen als je een ja. 9-5 job hebt. Nee, nee. Dan moet je moet gaan trainen, een beetje krachttraining gaan doen, en dan kan gaan we gaan, gaan boksen en zo. En dan dat niet... raak je de dag erna niet meer wakker. Maar zo, hè. Dat is <laughs> ook veel te vermoeiend, hè. Tuurlijk. En met portier ga je twee, drie dagen in de week ga je wat uh, werken, en dan heb je het gehad, voor de rest van de week. Ja. Je vrij. Uh, nu natuurlijk, dat is ook een beetje training, hè. Een beetje sparringssessie aan de deur, hè. <laughs> 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 ik, 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 ik heb iets gehoord, Brecht. Ik dus het bevestigen of dat waar is. Ik heb gehoord dat partiers soms graag platte handen geven, ja. zodat er minder letsels overblijven, dus minder bewijzen. Ja, klopt. Ja, dat wordt echt, hè? Ja. Ja. Life. Dat het live. Ja, dat klopt. Dat echt, maar ik kan, ik kan dat geloven. Ja, dat is waar. Maar als je van hem een platte hand krijgt, ja, ja. Die, voelt, die voelt gehoord. Als je, gehoor, je gehoor, je je, je als je met je, je vuist lag, heb je altijd letsels. Hè? Pijn aan je handen ook. ook hè? Ja. Ja. Platte hand, je ziet niks. Een jongen ja, gaat wel, wel neer, maar die heeft geen letsels die wordt wakker. En, ja, het... ja, dus je heeft gewoon even zwart het gezien goed. en nu is je terug Ik ga te drinken en dan stuur je terug naar huis en dat is klaar. <laughs> dan, dan, dan. Gebeurde dat zo, dat iemand even een nokkie slaat en dan zo, hier, pak even water, keer. keer, Ja, ja zeker. Maar ja. ja. sommige mensen verdienen dat wel. Nu gaat dat niet meer, nu, Dan Nu gaan ze direct de politie bellen. Vroeger was dat heel anders. Hè? Ja. Uh, vroeger, als er wat gebeurde en dat werd bijgelegd, dat is het klaar. Ja. Nou, als iemand, uh, zal ik maar zeggen, een dude of zo, dan, dan heb je al de politie aan je nek aan. Ja, ja. Ik ja. denk ook rechtstreeks. Ja. Uh, bij u, bij u, toen je tweede werd hè, in Las Vegas, ja. kwam daar een Consolation Prize bij. Kreeg je kreeg jij ook iets? Of, of was hij enkel voor de eerste plaats? Nee nee, ja, je wordt betaald hè. Okay, je ja. krijgt uh, per partij dat je won, krijg je, ook als je bij een krijg je al een startpremie zou ik maar zeggen. Ja. En per partij dat je wint krijg je extra. Ja. Hetzelfde uh, als nu het eigenlijk Want, regelke, want ja. wij waren misschien... Uh, we waren Emre was gisteren te gast. Wij waren te gast? Ja, oké. Okay. Ik was co-gast. Huh? Emre, Emre, was we waren gisteren te gast bij uh, de, het gala van Justin uh, De ja, The Uit, Evolution. Ja, 1300 man. Yes, minstens. Jij was ring Ja. Uh, ik was commentator. Ik denk dat je die beelden wel op YouTube kunt vinden. Die gaan normaal gezien online komen. Ik weet niet hoe of waar. Of... Oh, we zullen wel zien. Nou, ja, we, zullen we posten dat we er wel eens. Ja, sowieso. Maar uh, ik, ik wilde een klein gedeelte hebben daarover. Ik vond, er waren partijen. Goede vechtpartijen, echt. Hè. Uh, strijders allemaal, één voor één. Hm. Maar er is één verliezer tussen de twee man. En die. Tweede krijg je ook een, een beker. Ik weet niet of dat goed is voor de sport, maat. <laughs> nee. Is het een vechtsport? Je hebt het gans. Je wilt alles eraan geven en ik weet niet wat. En dan verlies je en dan zeg je hier, consolation prize. Hier is de beker. Mm -hmm. Is er. Nee, ik heb niet, ik heb niet te praten. Hè? Ik, maar <lacht> <lacht> maar uh, als ik zou verliezen... Ik moet geen beker hebben, ik. Hè? Ik, moet geen, ik ja. moet geen valse beker hebben om mij goed te laten voelen. Snap je? Ik moet geen beker hebben die uh, zegt tegen mij: Je hebt, hebt, hebt goed je best gedaan met wat je hier bent. Gewoon uh -huh. met hier bent. Ja. Nee, weet je. Ik geloof dat dat zelfs afpakt van je motivatie. Weet je waarom? Ja. Als jij zeven bekers hebt liggen thuis, hè, allemaal van partijen die je hebt verloren, <laughs> je gaat niet jagen achter die ene beker ja. uh, die, die, die de winst betekent. Hè? Snap je? Nee. Ja, dat is het. Dus ik zou, enkel, ik zou geen enkel beker willen. Van, die, ik niet, die ik vind dat ik niet heb verdiend. Nee, klopt, ik ga kort. Dus, uh, zeker in die sport ook, waar motivatie en die strijdlustigheid belangrijk is en zo, dat, is, zo, dat, dat maakt het minder scherp, ja. snap je? dat maakt het eronder. Nee, is ook zo. Maar ik moet wel zeggen dat ik een grote organisatie niet heb. Dat okay, ja, zijn dus vooral lokale uh, galas die dat doen. Hè. Ja. En die geld mag je ik, wel ik geven, heb niet, nou. Ja, ik heb ook niet veel, ook niet veel echt aanmaken. Ja, ja. Ik dan bekers, weet dat is ook iets. Hè. Ik denk niet okay, dat je als kickboxer yeah. nee, of als iemand waar. die vechtsport beoefent, dat je niet heel veel aandacht spendeert. En twee keer zijn medailles en, Wat, en dat. is dat. Israël Adesanya is zijn belt kwijt voor de volgende jaren. Hoezo? Die, die gaat een partij vechten in juli ja? en die, die weet niet waar zijn belt ligt. Ah, ja, zo is hij ja. kwijt. Ja, zit je. Voilà. Ja, voilà. Mooi voorbeeld, hoor. Ja, inderdaad. Ja, ja. ja, ja. Weet je wel, ik vind, ik vind dat is, vechtsport is iets heel apart, vind ik. Ja. Want je zit... Die cultuur en zo, hè. Ja, joh, dat is ja. ook gewoon... Moet, dat is echt, zoals gezegd, dat is een gladiatoren, hè. Je zit, je zit daar in de ring, je zit met, met één persoon. Echt, waar. Uh, it's kill or be killed, hè. Dat dus is gewoon dat. It's kill or be killed. Dus Het is niet win echt. or lose. Het is dus kill or be killed. En ik denk, daar haalt die een mens gewoon, Maar ik wil ook zeggen, van, uh, van vechtsport, dat zijn eigenlijk... Uh waar ik waar ik, mijn ervaring is wegsporten zijn eigenlijk meestal rustige jongens zou ik zeggen ze hebben meestal een slechte naam van ze doen wegsporten en dan mm -hmm. maar die jongens die echt uh, competitie doen die er echt mee bezig zijn dat zijn heel 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 chillen mensen allemaal ja. ik ken geen ene die daar echt uh, mensen de te, te treiteren of er misbruik van ze te maken ja. ik denk dat dat ik die... hebben exact dezelfde ervaring ja, ja ja ik zie dat, dat is een common common uh, line hè want ja. je ziet Uiteindelijk, hè, iemand die vechtsporten doet, hè, iemand die echt vechtsporten doet, hè, die, ik denk dat het ego valt daar af. Waarom? Je hebt het gevoel niet dat je je moet bewijzen. Want jij weet dat als je ergens problemen hebt, dat je, dat je 9 op de 10, misschien, misschien 95 op de 100, hè, dat je die kunt uh, onder bedwang houden, laten we zeggen. Snap je? Dat als, als er een conflict gebeurt, hè, dat jij met je skills van martial arts, een of welke, dat je die persoon kunt bedwingen van. Hey, uh. You don't want this. Ja, snap je? Stop even. Stop even <mówi> Voordat je hier doet. Dat ook geen eer te behalen. Nee, inderdaad. inderdaad. je een ongetrainde persoon. Exact. Maar ik zeg het ook altijd tegen mensen. Is je kind zeker, Wordt hij gepest? Brengt naar kickbox? Ja, ja. Die gaat niet, daardoor geen bully worden. Exact. Als je die goed opvoedt. Yeah. Je u kent u aan pest op school. Doet hij vies man. Breng je naar kickbox? Ja. Er komt heel veel respect en zo bij te kijken ook. Hè. Mannen die mannen leren echt respect. Je ziet dat in elk, elke sport, die zijn heel respectabel. Zoals jij zegt, dat zijn ja. vriendelijke mensen, vredevolle mensen ook heel vaak. Ja, ja 100 procent. Dat heeft mij als kind heeft mij dat enorm gekalmeerd. Ja. Ik was in mijn lagere school, toen was ik heel jong natuurlijk, hè. maar in mijn lagere school was ik een heel wilde jongen. Ik maakte echt heel veel ruzie en ik, vo ik vocht veel op, 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 op school en zo. Ja. Ik ben op mijn negende of tiende begonnen met boksen, Engelsboksen gewoon. Ja. Ik ben meteen gekalmeerd hè? Ja. en zodra ik in middelbaar zat, had ik, heb ik niks van problemen gehad op school of ja. buiten of weet ik veel. Hè? Niks, hè? nul. Ik ja, nee, je graag nee. die energie kwijt op het trainen. Voilà, ja. je hoeft die frustratie niet meer te uiten naar andere mensen toe, want je hebt een boksak. Ja, ja. ja. De ergste zijn degenen die één of twee keer gaan trainen, die denken dat ze het kunnen en die gaan overal doen. Nee, ja. Ja, op, ja. Logisch, ja. dat zijn de natuurlijk ja, ja. En dat heb je overal natuurlijk, hè. dat hoort er een beetje bij. Wacht, ik wil nog over je weet... portierervaringen. <laughs> want onze volgende gasten zijn er, maar dat is niet zo erg. Uh, nee, ik, zei, ik vind het shiel dat je naar de bent geweest. Want ik zeg, versus is echt zo. Dat is versus. Snap je? Ja. Iedereen weet dat het ja. moeilijk is om binnen te geraken. Je moet de portiers een beetje kennen om binnen te geraken. <laughs> Die nooit gekend. <ik> <laughs> <Ja>. Geen <VM. laughs> Ik had mijn neef gedaan, dat maakt alles veel makkelijker. Uh, nee, dat was grappig. Ik was een keer naar dingen gegaan. Uh, waar was dat? Uh, waar Guggenheim stond vroeger in Antwerpen. Welke is dat weer? En de NOx. Uh. Ja, NOx, ja. inderdaad, NOx. Dus we gaan naar NOx. En uh, ik kom daar, extra met mijn neef, kom daar aan, aan de deur. Maar dat is de eerste keer dat ik naar NOx ga. Ik ja. weet niet wie daar portier is, ik weet dat was gewoon, hey, is gaan. Ja. Ik kom daar aan met mijn neef en we staan aan de deur, twee jongens, ja, twee Turken, Baasje, bla bla Oké, ik kerel dat man mannen vanavond niet. Geen dames bij je vanavond niet. Dat kun je niet maken. De eerste keer dat ik ooit in mijn leven word geweigerd aan de deur. Ja. Ja, ja, ja. Ik dacht, dat kan ik niet meemaken. Aangekleed. Ja, snap je? Geschogen. Ja, ja snap je? Ik dacht, mannen, vandaag, vandaag gaan we ervoor. <laughs> en ik dacht, we zijn met twee. Snap je, twee jongens, wat als we die nee zeggen? Dat we is rustig ik zeg ik man niet', zeg man dat vandaag niet zegt hij. ik zeg fantaal ik kijk ik zie door het raam ziet ik zo guchelen heb je Ik zeg zo, wacht wacht zeg ik ik ken hem roepen hem. kijk zeg wie zegt die gaat, zo, zeg zo guchelen zegt zo nee nee zegt hij hier werk ging ik kan bla ik zie Camila heb je ook wandelen Camilla hoe ik dan ik ken hem ook zeg <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ik roepen roepen zegt vol zeebulten die eens die mannen komen allebei zeg, oh ja zeker ik kom binnen zegt hij. ik dacht maar maar goed maar ik kost benaangewijerd dat ging mijn hart niet aan maar dat was zegt dat dat is wekelijks bij man ja <laughs> joh ja. de week erop terug. ik <laughs> <Je laughs> mag het proberen ja. he. <laughs> ah, nee, ja. maar heb je, ooit, heb je, heb je dat heb zo meegemaakt dat mensen voor naar je toe komen en je van hè eh, breng je gekend me laat me binnen dat dat terwijl eigenlijk ja, niks ja. met te maken <laughs> wekelijks hè <laughs> <laughs> ja, ze kwamen naar mij toe en, was een go-to way de verschillende keer voor ik kom dat ze kwamen en, uh, ja, dat, ja dat de boeren niet binnen mochten dan zijn ze tegen mij bezig. Zo, ja, maar ik ken Brecht. <laughs> ik weet het Brecht. Oh, zeg maar, waar ken je hem dan? Ja, op het trainen, want die kennen er veel van mij. Hè? Ja, Zeker. Op een training, dit, een Vakkerswaard. <laughs> die hebben een goede Google-search gedaan. Ja, Google-search. <laughs> ja. En dan zeg dan ook een achternaam. Ken Brecht, Wallis. Ja, ja, ja. <laughs> dat is wel fijn, ja. En nee, eh, ik, had, ik had vroeger ook veel van die verhalen, dat mensen molotovs begonnen te gooien en zo. Omdat hm, die kwaad werden. Nee, dat heb ik nooit niet meer. Nee? Nee, dat mensen bijvoorbeeld dan worden geweigerd of weet ik van wat. Er is iets gebe gebeurd. Die gaan weg en die komen opeens terug en die beginnen molotovs te gooien naar de ja, portiers, nee. bla bla, bla Zo'n verhalen. Nee? Nooit meegemaakt. Nee. Nooit meegemaakt. Ja, ja. ja. als, ja. als je nooit heb meegemaakt en tien jaar lang in de vesten te staan. Je werkt ook wel goed ja. gedaan. Er wordt heel veel gezien Ja, ook hè, ja. Ja, dat denk ik wel. Ja. De meisje wordt een olifant gemaakt. Ja. Ja. Wat is het ergste dat je zou zeggen dat je hebt meegemaakt? De ergste. Ja, erg. Het was niet echt erg, was soms was het best leuk, <laughs> ja, Een aantal goede klokpartijen. Ja, ik weet niet, een in rok hebben ze dus geschoten Ja, toch? Ja. Ik werkte wel, wel binnen, maar toen op de deur hebben ze daar... Uh... Echt zo so faamig, ja. En is er is niemand geraakt geweest? Nee, nee. Okay. Dus ik denk, denk dat is ook niet meer de bedoeling, is. dat is meer voor... Bang te maken. bank te maken, een bank te maken denk ik. Beetje vies man doen ook gewoon, hè. Ja, ja. Uh, Showstelen, ja. Maar goed dat we hier niet meer wapens hebben. Ja, maar ik vraag me af, wat doet dat dan met u? Na zo'n schietpartij. begint hij dan niet zo te twijfelen? Of denk je niet van nee, misschien moet ik een andere job zoeken? of zo'? Ja, dat is zo nee, nou? Ik heb er eigenlijk nog niet bij gestaan op dat nee? gebied toe. Nee, sommige mensen misschien wel. Het niet meer aan de ah, ja, als, je, als je niet iedereen, hoe uh, moet ik dat zeggen? Als je, mensen, als je correct bent aan mensen toe, mm -hmm. dan zul je ook weinig, weinig problemen te hebben. Je zult dat wel merken wanneer je echt een conflict met iemand hebt, denk ik ja als je echt... onrechtvaardig ik moet je altijd rechtvaardig blijven moet mm -hmm. ik zeggen je moet uh, ja, behandelen, met, behandelen mensen met respect ik krijg je respect terug zekerheid right? uh, als je overal uh, ja, de, de poppy op is er te hangen zou ik maar zeggen mm -hmm. dan voor of laat, krijg je dat terug hè. Tuurlijk. Ja. en zo'n partiet zijn er helaas ook hè? Die, die zich gewoon ja, aanstellen hè? die ja, inderdaad ja, die zeker. zich ik weet niet wat voelen en, ja. uh, die is nog gewoon man, snap je die, 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 die disrespecten je u gewoon volledig en die negeren u volledig en... En dan kan ik wel geloven dat je... Ja, grote en mensen klappen geven als dat niet nodig is. En, ja. Ja. Inderdaad. Ja. Ja. En dan kan mensen. ik geloven dat je dan serieus problemen hebt met sommige mensen die terugkomen vroeger vroeger met de geest. Ja, vroeg of laat krijg je problemen. Of je gaat ergens uh, uit eten of uit uh, winkelen met je vrouwtje. En dan komt je dan die mensen tegen. Ja. Ja. Als je niet goed gezien bent, dan krijg je vroeg of laat toch eens... Uh, ja, problemen. zeker. Ja. Dus je getrouwd eigenlijk gebrengt. Ik ben getrouwd, ja. Je dus bent getrouwd, Ja. Uh, uh. Van 2017, al vijf jaar. Ja. 2017 proficiënt. Dat welke Proficiat. keer getrouwd. Dan moet je er even bij zeggen. Dat is klappen? Is hij ook moslim, als ik mag vragen? Is Marokkaanse, is, is moslim? Oké. Okay. Uh, ja. Veel denken dat ik te, was bekeerd omdat ik... Uh, mijn... Rar, man. Eh. haar man, dat is niet zo. Ja, nee, want dus 2017 je het bekeerd rond 2015. Dan bekeerd, ja. En plus, ik was uh, eigenlijk al langer bezig, op, niet op zoek, maar ik had al de Koran gelezen voor uh, dat ik haar kende mm -hmm. uh, ik, 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 ik bekeek veel op een puto boek van die me interesseerde over het geloof uh. also, ja, af ja, en maar zo raak ik er eigenlijk nou. Zeker. Maar, Niks gebeurt van de ene dag op de andere, je groeit regen en dat is met alles voor. Tuurlijk, dat is Anders is dat twijfelachtig. Ja, dat is waar. Anders is dat een beetje twijfelachtig. Ja. Hè? Dat is een serieuze keuze die je maakt, is een serieuze beslissing die je neemt. Hè? Dat is een levensstijl, dat is, een, dat is alles en je je leven toe. Ja. Dat is een levensstijl, maar ik moest zeggen, ik heb, ik heb eigenlijk nog niet veel moeten veranderen om, om, uh, om moslim te zijn ik had sowieso geen wakkersvlees. gedronken. Uh, ja, ja. ik heb vroeger wel gedronken, maar toen het tijd was, ik eigenlijk al met minder en stopte uh, uh, en nu drink je ik, helemaal niet. nee, lang niet meer. 2015 is de laatste keer dat ik gedronken heb. Sinds, sinds uw bekering dan? Uh, toevallig. Ja. Ja. Uh, oké, okay, uh, mooi. Uh, uh, is, is er iets waar je waar heb je het meeste moeite mee gehad tijdens uw bekering? Als in uw bekering. Ja, en dan dus, heb ik het niet per se over varken of over, nee, over alcohol of weet ik veel wat, maar bijvoorbeeld reacties van mensen of, of weet ik veel. Ja, sommige mensen hebben misschien, uh, bekijken misschien anders in het begin. Ja, toch? Omdat je bekeerd bent. Die hebben een, die, die hebben een ander beeld van. Die hebben een bruinere tint opgelopen ineens. <laughs> <Zo>, uh... <laughs> <laughs> bereik maar wat heb je <laughs> <laughs> Ja, Je verliest misschien wel ja, een verlies. Uh, ik noem dat niet echt een verlies. Mensen die je voor die reden laten, de echte vrienden blijven bij je. Ja, ja. En, uh, maar dat heb je dus wel meegemaakt, eigenlijk? Mensen die je links hebben laten liggen? Aan één kant wel, ja. ja. Niet rechtstreeks, maar dan, dan merkte wel dat dat voor die reden was dat ze je ja, ja. minder contact met je wilden hebben. Ja, dat is wel gek, hè. ja. Maar die mensen die... Laat je graag links liggen ook Ja, op, hè. ik heb er ook geen moeite mee gehad. Uh, ja. uh. Zoals je zegt, dat is geen verlies. Dat, ja, dat is meer een winst ik, dan een ja, verlies. Ja, zo, 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 zo zit je de echte gezichten van de mensen. Ja. Klopt. Ja, ja is waar. Oké. Okay. Heb, heb je nog iets te vragen? Uh, ik vond het gewoon... Een, een, niks vragen, maar een statement. Zeg eens. Uh, <laughs> ik, vond, ik denk dat je de eerste bekeerling bent, ook die wij ja. op hebben gehad. En ik weet dat... Ik weet dat, uh, dat dat ik dat wel alles wat wou doen. Gewoon omdat ik die, die vragen die ik nu op één heb gesteld ook hebben me geïntrigeerd. <laughs> ja. Dat is interessant om te weten. Uh, Van een NDK-aflevering. Ja, dat hoort wel. nog iets kwijtbrecht. Dan zeg dat goed delen. Uh, Moet ik niet horen echt niet dat doen. Nee? <laughs> <Ja, ja. lacht> uh, bedankt voor het kijken mensen. Dat was een fijne aflevering. Dat was een fijne aflevering. De twintigste aflevering. Mannen, we zijn, we zijn up and running. We zijn boomen. Letterlijk. Uh, als je de laatste twee afleveringen nog niet hebt gezien, dan uh, you're missing out. Dat zeg ik eerlijk. En voor uh, de rest van de aflevering ook. Hoor, <laughs> maar, <laughs> uh, 70%. 71,9% om exact te zijn. Dus, 9,7. Uh, als we nog exacter willen zijn. Voilà, nu zijn we exact. <laughs> uh, dus die mannen, die zijn niet, die zijn niet uh, geabonneerd. Die kijken, die komen hier gewoon gratis even langs uh, op de website. Ik zag een, een foto, ik kom hier. Nee, nee, als je hier komt, moet je gaan abonneren. Dat is de regel. Dat is de regel. De enige regel, de enige regel die we hebben hier. Het is niet moeilijk om maar één regel te volgen. Oh, man, we, maken, we houden het simpel. <laughs> uh, bedankt voor het kijken. Druk op die uh, abonneerknop. Uh, like en gooi een commentje. Mannen in de Instagram DM's, hè? Niet DM'en. Gooi die comment. Waarom het gaan DM'en? Dat is waar. Gooi ons een DM, maar... Je support your locals valt weg. Staar. Gooi Zwaar. die comment, laat die comment zien. He? Voor wie is schaamt Ja, voilà. Uh, die like, hè? Zeg jij zo. En ik hoor hier en daar. Hé hey, mannen, ik ben echt een fan en ik weet niet wat. Dat... Maar ik zie nooit die persoon liken. Hè? Maar ik voel die niet. <laughs> ik voel die niet. Je moet die je voelen, je moet die voelen. Daarom, als je het nu doet en luisteren, dan zou je toch kunnen zeggen dat je, je amuseert in alle afleveringen dat je tot het einde luistert, dat is waar. dus. Dus, iets geven, nemen, hier, mannen. Een beetje sport, een beetje sport. <laughs> dank voor het kijken. We gaan het hier weer laten. Fijne avond. nogmaals bedankt aan brecht. Uh, en tot de volgende. dank je wel.